It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we potje Domination op de map. Nieuw natuurlijk op Call of Duty Black Ops 3. En we spelen gewoon al nu al tegen mensen die me herkennen. Dus even een grote shout-out naar het Kinoku en K-Speech. Want hij heeft ook een tweet geplaatst waar hij tegen mij kwam natuurlijk. En ja, we gaan gewoon kijken of we een chillerscore neer kunnen gaan zetten. Spelen met de ICR-1. Ik heb nog niet alles erop unlocked, maar het is wel een redelijk chill wapen. Ik heb ook de Razorback al unlocked, zoals jullie hier zien. Want ik ben op dit moment level 52. Ik speel met de UAV, Wraith en de Raps. En we gaan eventjes kijken of we deze mensen dus eventjes misschien wel even kunnen gaan ownen. Hij is wel heel goed, de Kinoku, want ik wil net al een potje tegen hem. Dus daar ging het al en ik ben nu al gelijk gekilled. Dat is niet mooi. Maar dit wapen kan je een beetje vergelijken met de M27 van Black Ops 2. En hij reloopt precies hetzelfde. Alleen de damage zal wel iets anders zijn. Kom maar. Zelf de head fuck hier zo. Vier zo liggen. Jongens, ze komen vanzelf op je af. Dan even kijken of ze hier uitkomen. Nee. Oh shit. Weg hier, weg hier. Zo. Even veilige haven zoeken. Ik heb nog 25 punten nodig voor mijn UAV. Dus die wil ik wel even halen. Teammate, kan je even opzij gaan? Thank you. Let's go, UAV is binnen. Dan moet ik ongeveer 5 kills maken nu. Voordat ik mijn Wraith heb. Dus die wil ik wel eventjes halen. Nee, dat gaat niet lukken omdat hij daar fucking hard staat te headglitchen. Holy shit. Die was vies. Want ja, ik heb nog geen stok unlocked op het wapen. Niet dat je heel veel hebt aan stok op dit moment in deze game. Maar je bent dus nog wel iets sneller. Oeh, kaas pizza, fuck off. Mooi kill, man. Maar vandaag komen nog 2 video's online. Vergeet ze natuurlijk niet te checken. Kak, man. Waarom ga ik op dat soort momenten dood? Dat snap ik echt niet. Oh, en hij heeft een lightning strike. Teammates, jullie staan gewoon daar en doen niks. Ja, en hij staat de hele tijd te campen daar zo. Dat is echt het nadeel in dit spel. Iedereen campt gewoon. Iedereen campt gewoon. Echt waar, het is niet normaal. Iedereen campt. Godverdomme. Ik heb ook een guardian. Ga nou opzij, jongen. Zo, dit wapen is echt kak. Jongens, niet met de ICR-1 spelen. En we zijn een Wraith. Oké, ik ben binnen. Dag. Ze hebben er nu zelf voor gezorgd dat ik binnen zit, hoor. En er zit er een Talon in de lucht. Godverdomme. Ik moet weg hier. Zo naar binnen. Even kijken. En een probleempje, want we hebben natuurlijk allemaal dingen in de lucht hangen. Dat is natuurlijk niet mooi. Wat? Door wat wordt... Oh. Jongens. De COD community qua spelers, jongen. Niet, het is niet die twee jongens die me herkennen, want die spelen gewoon fucking normaal. Want die, kijk, hij zat alleen te campen, dus weer pizza, let maar op. Oh nee, dit is Soma Killer. Maar sommige mensen, die spelen dit spel... Alleen maar voor hun KD. En dat is gewoon niet lachen meer, vind ik. GG. Hoeveel sta ik? Ik sta 10 om 14, man. Dat is nog niet gezond meer. Als dit spel voor je KD speelt, is het niet meer leuk. Denk ik, hoor. Ik zou het dan een stuk minder leuk vinden, maar goed. Ligt misschien aan mij. Hé, hey, teammates, gaan we nog op 7 wat? Ik kan nu gekild worden, ik echt mad. Oké, let's go. UAV is binnen. Waarom, what the fuck? Ik zag glitch. Even kijken of ik nou mijn Wraith kan halen. Ik zit op 5 streak. Teammate. Kom maar.
What the fuck was dat? What the fuck is dat? Oh, yo. Hit detectie, nee! Die hit detectie, though. Oh my god. Ik sta 15-15 op het moment. Echt, jongen. Hun hebben zoveel geluk dat ze gewoon twee vlaggen hebben. Met teammatches aan... Nou, jullie zien het al. Allemaal niet zo goed. Ik ben zelf ook niet goed op dit moment, hoor. Dus, ik praat mezelf ook niet goed. En, ja, kak is dit, man. Echt, dit is echt pure kak, gewoon. Dit is echt pure kak. Godverdomme. 15-15. Dat is toch niet normaal? Nu ik tegen gewoon een kutmap. Zo, laten we daarop ophouden. Echt, de hitdetectie klopt echt af en toe niet in het spel. Dat zag je net ook bij die dead die ik daar zo kreeg. Ja, let's go. Double kill. What the fuck, man. Ik had een fury kill. Let's go. Ik heb mijn annihilator ook weer binnen. Dus die gaan we daar ook even inkallen. Oeh, hij staat zo hard te headfucken, jongen. Kan je niks anders, vriend? Nee, ik ben dadelijk mijn ding kwijt. Ik ben dadelijk mijn ding kwijt. Snel deze inroepen. Oeh, cheeky kill. Let's go. Oh, daar! Weet je dat? Een collateral. Collateral. Get me a UAV Overwatch. Ik heb weer bijna mijn raid. Dus die gaan we even proberen te halen, ja? Nee! Nee, dat meen je niet! Wat een camper, jongen! Ik was out of ammo. Are you kidding me? Dit is... Ongelooflijk toch, jongens. Hoe dit steeds moet gewoon gebeuren. Kijk hem camper dan, jongen. Fuck off, gozer. Echt waar. Is die dood? Let's go, teammates. Oh, er staat er daar weer een te campen. Jongens, Nuka zit echt alleen maar vol met campers gewoon. Echt. Headfuckers overal. Oei, oei, oei. Pizza punt of kaaspizza en Kino Koen gaan bijna wel lekker. We rennen tenminste toe rond. Nou, pizza punt is een beetje aan het headfucken. Maar ja, dat kan ermee door. Maar het is wat anders dan dat je echt fucking ergens te campen gewoon zit. Dat gaat toch gewoon niet. Laten we even eerlijk zijn. Kaaspizza vond ik een keer beter. Oh, dan staat er daar weer een te campen. Nee, vandaag niet. Kino Koen, sorry man. Ik heb even hier een specialist verneukt. Gebeurt mij ook zo vaak, dus... Oh my god, ik kan me zo slecht turnen. Maar we hebben ons kills al een beetje opgekrikt. We staan tenminste... iets meer positief. Als we straks... Ik ben al lang echt... Zogenaamd dedicated servers, hè? Nou, ik merk er geen ene tering van, want ik sta al lang achter die muur. En ik ga nog dood. En sommige wapens ook, jongen. Ik schiet veel eerder, net zoals net ook weer, en dan word ik weer gekild. Dus er zou nog echt, maar ook echt heel veel gepatcht moeten worden. Wil dit wel weer een iets betere game worden, want op dit moment vind ik dat er wel nog wat aan gebeurt. Daar ben ik mijn specialist kwijt, of niet? En ik heb hem nog. Mijn mening is dat op dit moment nog wel wat aangedaan mag worden. Kom maar. Wat? Waarom die kut timing in dit spel, jongens? Wees even eerlijk. Let's go, laten we het even eerlijk houden. Ik roep mijn UAV in en op dat moment precies komen ze aan. Het zit gewoon niet mee, jongens. Het zit gewoon niet mee. Kunnen we... Ja, we hebben 40 kills sowieso gehaald. Maar, Pizza Punt heeft het al even geoond met de Kino Koen. Dus sowieso al GG, jongens. Maar ja, jullie spelen sowieso een 2-man party. Ik weet niet zeker of hij erbij hoort, hè.
Het is gewoon echt een fucking Nederlandse naam. Pizza. Kaaspizza. Ik zeg pizza punt. Wat doe ik nou weer, joh? Als je niet in het party speelde, sorry. Jullie hebben allebei een lekker potje neergezet. Let's go. 43-30 is om het eind te komen. Niet altijd chill, maar ja. Het is het eerste potje van de dag. Het Kinoku en kaaspizza. GG jongens, lekker gespeeld. Maar, mocht je genoten hebben van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. En hopelijk jullie het gezien bij de video van 3 uur. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot straks jongens. Later.